Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het uiterste zuidoosten van ons land ligt nog bewolking en daar valt nog wat lichte motregen. Maar dat gaat de komende uren verdwijnen. Net als overigens de mist die op andere plaatsen in ons land nog voor kan komen. Mistbanken lossen de komende twee uur op, daarna breekt de zon geregeld door en lopen de temperaturen op naar 13 tot 16 graden. En vanmiddag komt daar dan nog wel wat bij: dan wordt het 18 of 19 graden. De zon schijnt flink, er zijn wat stapelwolken en heel misschien valt er in het uiterste noorden een buitje. De wind is zwak hoofdzakelijk uit de noordwestelijke richting. Vanavond verandert er weinig, maar de temperatuur gaat wel vlot omlaag in de avond naar 11 graden en in de nacht in het binnenland zelfs naar een graad of 5. Een frisse nacht dus waarna de temperatuur morgen weer oploopt naar 18 tot 20 graden. De zon schijnt, er kan eerst een mistbank voorkomen, daarna gaan er stapelwolken ontstaan en vooral in het westen en uiterste noorden kan een enkel buitje vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden. Dat geldt ook voor de zaterdag met 17 tot 19 graden. Vanaf zondag is het droog en gaan de temperaturen oplopen, komen dan snel boven de 20 graden en die stijgende tendens zet na maandag waarschijnlijk zelfs nog wat verder voort. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.